Waarom heb je voor nummer 34 gekozen? Ja, dat is best wel lastig om over te praten. Jullie kennen Abdel Aknouri wel en ik heb best wel lang met hem gevoetbald. Twee jaar geleden is hij in elkaar gezakt op een voetbalveld. En hij droeg altijd nummer 34, dus sindsdien heb ik nummer 34. Wat is je favoriete positie? Verdediger of verdedigende middenvelder? Het liefst speel ik centrale verdediger. Ik heb niet zo heel veel op verdedigende middenvelder gespeeld. Alleen het lijkt me ook een hele leuke positie. En ik hoop dat ik allebei een beetje zal gaan spelen komend seizoen. Wat heb je geleerd van Vincent tijdens je periode bij Manchester City? Ik heb heel veel geleerd van Vincent. Maar wat mij het meest is bijgebleven is... Aangezien ik best wel een voetballende verdediger ben, dacht ik vroeger dat voetballen eigenlijk heel belangrijk was. Ja, hij heeft mij altijd verteld dat het eerst om het verdedigen gaat en dat het daarna eigenlijk pas om het voetballen gaat. Dus ik denk dat mij het wel het meeste is bijgebleven. Welke speler van Anderlecht heeft tot nu toe het meeste indruk gemaakt op jou? Dat is lastig om te zeggen. Ik train nu een weekje mee en ik heb gewoon heel veel kwaliteit gezien, heel veel jonge spelers ook met heel veel kwaliteit. En ik denk dat wij gewoon een heel goed team hebben voor komend seizoen, dus ik heb er zin in. Je wordt vaak vergeleken met Virgil van Dijk, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het natuurlijk heel mooi om te horen als je met de beste verdediger van de wereld, denk ik, op dit moment wordt vergeleken. Ja, het is gewoon best wel een eer, omdat hij speelt ook in het Nederlands elftal en ik zou graag... Een beetje zijn richting op willen gaan. Dat voelt alleen maar goed. Welke spelers kende je al uit de huidige kern? Ik moet eerlijk zijn, ik heb niet zoveel Belgisch voetbal gekeken. Ik kende Flap natuurlijk van Nederland. Ik kende James Lawrence. Die heb ik vroeger toen ik bij Ajax in de jeugd zat, heb ik niet met hem gespeeld, maar hij zat ook bij Ajax in de jeugd, dus daar ken ik hem van. Dat was het eigenlijk. Wie was je idool toen je nog kind was? Totti. Mijn vader noemde me altijd Totti, omdat ik had lang haar, maar dan naar achter. Dus mijn vader heeft dat er een beetje ingebracht. Ik was heel erg fan van Totti, ja. Bij Manchester City speelt de beste Belgische speelster, Tessa Bullaert. Volg je het vrouwenvoetbal? Eigenlijk niet heel erg. Ik heb wel een paar wedstrijden van het WK gekeken. Natuurlijk omdat Nederland het heel goed deed. Dus dat was heel leuk om te zien. Maar voor de rest volg ik het eigenlijk weinig, heel weinig. Je bent gehuurd voor één seizoen. Overweeg je langer te blijven? Ja, je weet nooit wat er in voetbal gebeurt. Alleen ik heb nu in mijn contract staan dat het niet met de optie tot koop is. Dus dan is dat altijd wat lastiger. Maar je weet het nooit. Als ik het naar mijn zin heb en het gaat goed met het team, en dan overweeg ik zeker langer te blijven. Ja. Heb je de paarse saus al geproefd? Nee, ik weet niet. Dat moeten we nu gaan doen. Paarse saus, Brussels ketchup. Oké, nou hier gaan we. Ja, het is wel lekker eigenlijk. Deze ga ik thuis ook kopen voor thuis, ja. Ja, nou ja, het is eigenlijk best lekker. Ik neem nog een hapje als jullie dit doen.